In Soerendonk ligt natuurgebied de Baronie van Kranendonk. Enkele jaren geleden waren er plannen om hier het Hof van Kranendonk te bouwen. Dit projectplan omvatte onder andere de bouw van een theater en congrescentrum. Dit grootschalige plan ging 2 jaar geleden van tafel. Maar de leegstand van gebouwen en vrijgekomen gronden in dit gebied vragen om een nieuwe bestemming. Ik sta hier naast Sjanne Roefs. Dag Sjanne, welkom. Initiatiefneemster, voorzitter van de vereniging Hart van Kranendonk. Kun jij ons iets vertellen over wat er hier sinds toen allemaal is gebeurd? Goed, het doel van onze vereniging was en is nog steeds om mee te helpen om dit gebied te herbestemmen. Wat er gebeurd is, is dat we samen met de dorpsraad Surk een kleine groep naar de gemeente zijn gestapt om te zeggen, wij willen hierin participeren. Eigenlijk onder het mond van een burgerinitiatief. Daar hebben we allemaal de mond van vol. En wij wilden gewoon letterlijk weten wat dat dan in de praktijk inhoudt. En wij hebben de handschoen samen met de gemeente opgepakt om te kijken hoe we dit handen en voeten kunnen geven. Klinkt goed. Wat waren jullie uitgangspunten? We hebben eerst een omgevingsgroep bij elkaar geroepen. Daar zitten alle geledingen van de gemeente in, zoals de Agrarische Natuurvereniging, het IVN, de ondernemers, Heemkundekring. Ik zal vast nog groepen vergeten, omwonenden niet te vergeten, de dorpsraden en onze vereniging. De uitgangspunten waren om kaders vast te stellen. Kijk, het vorige initiatief, nou dat ontplofte op een gegeven moment. Dus wij wilden duidelijke kaders qua omvang, maar ook kaders voor het gebied, qua het karakter. We wilden een gebiedsidentiteit waar de initiatieven aan zouden moeten voldoen. Wat zijn nu de voorstellen zoals die er op dit moment liggen? In ieder geval, de initiatiefnemers die zich gemeld hadden, die druppelden langzamerhand binnen. En er hebben zich aangediend een paardenrevalidatiecentrum in het exclusieve segment. Een wijnboer die een wijndomein wil beginnen. Lekker. Hier in de boerderij zou een horecabestemming komen met een streekwinkel. Achter die gebouwen, Kranendonk 3-4... Dat is de bedoeling, dat daar een aantal kleine initiatiefnemers, start-ups of ondernemers zich zouden kunnen vestigen. Of dat kleine bewoning is, dan moeten we nog even kijken met z'n allen. Maar hier op dit terrein, dat wordt heringedeeld. Het is nog een concept. Het voorstel ligt er. Het is nu een idee wat er ligt. Mensen krijgen nog de kans daarop te reageren. Zeker, waarom? Omdat Het is een scenario wat er ligt, alleen de waarde van de gebouwen hier en de gronden moeten nog vastgesteld worden. Dan moeten de onderhandelingen nog beginnen met de initiatiefnemers, want het is niet 1, 2, 3 in kannen en kruiken. Dat moet gebeuren. Wij worden als omgevingsgroep betrokken bij het vaststellen van stedenbouwkundige kaders, omdat natuurlijk als hier een ander gebouw komt, we even moeten bewaken dat dat ook weer past binnen de gebiedsidentiteit. We gaan de natuur nog wat aanpassen. Er zijn nog wat percelen. Oh, wat ik ook ben vergeten te zeggen, er is ook een natuurboer die hier natuurlijk weidebeheer landen wil gaan beheren. En er zullen nog percelen overblijven die ook nog om een herbestemming vragen. En de A wordt nog gehermeanderd en daar mogen we ook aan meedenken. Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes, want er is nog een hoop werk te verzetten. Maar mooi dat jullie zo in samenspraak tot deze plannen zijn gekomen. En dankjewel voor je toelichting. Dankjewel. Succes. Dankjewel.